Goedemorgen, of middag, of avond. Het is middag bij ons. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en we zijn met de boer on tour. Maar we hadden, voordat we de pony erin konden zetten, hadden we eerst met een klein ander probleempje te maken. Toki! Kip, waar ga je heen? Kip in de trailer! Hallo Kippie! Kip is verlet van zitten. Moet ik de kip er niet uit? Ik ga hem eruit jagen. Die gaat er zo wel uit. Oké, Die kan het niet echt gewoon lopen. Tjoep, 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 tjoep. Tjoep, tjoep. Bam! Kip, nee, hij is er al uit. Nou ja, dat was de kip. Wij zijn nu onderweg weer met de boer on tour. Met Blondie erin naar Hazenswaardendorp, naar Horse in Hands. Daar krijg ik dressuurles van Astrid. Ik heb er echt wel heel erg veel zin in. Het is weer een tijdje geleden dat ik daar ben geweest. De laatste keer dat ik daar was, had ik stage. Blondie gaat natuurlijk ook eens in de onderweek naar de aquatraining. Maar Astrid zou me door de aquatraining ook nog kunnen helpen met het dressuurstukje. Voor wat meer loslaten in mijn eigen lichaam en in Blondie's lichaam. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ook kijken of zij vooruitgang ziet. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Dan morgen is het zondag. Dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Volgens mij niet zo heel veel. Je zou gaan crossen. Oh ja, ik zou gaan crossen. Maar ik ben naar de fysiotherapeut geweest. En omdat ik best wel last van heb van mijn rug. En ik wil graag mijn rug iets wat rust geven. Omdat het toch wel best gevoelig is. Maar de dressuurles kan natuurlijk gewoon doorgaan. Dan maandag, dinsdag, woensdag en donderdag heb ik gewoon school. En dan donderdag op vrijdag ga ik slapen op school. En misschien kennen jullie dat wel. Van Special Forces heb ik een soort trainingsavond. Nou ja, dus Special Forces, maar dan bij mij op school. Dat is van 10 uur 's avonds tot 11 uur 's ochtends. Dan heb ik nog Jozefmarkt. Want mijn school die heeft een inzamelingsactie voor een meisjesschool in Kenia. De Jozefschool heet dat volgens mij daar ook. En daar sturen ze dan al wat geld heen. En dat is wel echt super gaaf dat ze dat doen. En wij helpen daar aan mee met de Special Forces. Dus daar heb ik wel erg blij mee. En heel veel zin in. Dus dan hebben we de Jozefmarkt en het basketbaltoernooi. Daar doe ik zelf niet aan mee, maar ik ga mijn vrienden supporten. Dus dat wordt een hele leuke dag. Dan heb ik woensdag nog springles van springles bij Chardon. En dan ergens door de week vast ook nog wel een keertje weer vandaan. En dan donderdag, voordat ik de Special Force ga doen, ga ik weer naar een fysiotherapeut. Nu weer een andere die nu gespecialiseerd is in de rug en in paardrijden. Dus ik ben wel benieuwd wat hij zegt. Maar nu eerst Astrid. Hij ziet er goed uit. Dank je. Hij is veranderd. Als het goed is, meer spieren. Ik heb wel een over... Hoe noemde je dat nou? Een overbelaste rug. Jij hebt een overbelaste rug. Hoe komt dat? Doe je nog een andere sport naast paardrijden? Sportschool 3 keer per week. Oh, heel goed. Dat ja. Ja, super. Super. Dat is goed. En dan mag je van mij je linkerteugel er iets bij pakken. In gelijke mate als je rechterteugel. Dus dat je je paard, als het ware, hè, zoals we dat graag willen, op 2 teugels hebt. Nou is het verleidelijk om weer wat meer druk op je linkerteugel te hebben. Dus let daarop dat je niet meer druk pakt links dan dat, je rechts hebt. Precies. Precies. En activeren weer. Activeren. En duw die neus maar van je af. Duw die neus maar van je af. Als het ware zijn je teugels nu een soort stokjes geworden. Waarmee je de neus naar voren kan duwen. Kijk maar eens of dat lukt. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Oké, goed dat je het aangeeft. Je voelt ik wel... Ik kan een soort niet bepalen dat ze met haar hoofd weer voor alles komt. Voel jij het contact op je teugel? Ja. Is dat contact constant? Nee. Okido. Heb je wel het idee dat het lichtverend is? Ja. Ja? Kun jij in die voortgaande beweging, dus iedere keer als jouw hand meegenomen wordt naar voren... Kun jij dan een heel klein duwtje meegeven, zodat jouw paard het hoofd rechter voor het lijf plaatst? Dat ja, precies zo. En dan activeren blijven.
Goed. Goed. Dan raak ik een soort druk kwijt. Maar dat is goed dat je dat aangeeft. Want dat is ook wat ik net zei. Belangrijk is als je je hand naar voren toe brengt, dat je het contact behoudt. En dat is nou net het moeilijke. He, dus blijf met je gevoel bij dat contact. Plaats je hand enigszins naar voren. Maar zonder dat het contact verdwijnt. Als het contact verdwijnt, kun je sowieso als eerste even activeren. Want dan komt het contact altijd terug. Als je denkt van, ik ben het toch helemaal kwijt, dan begin je weer even opnieuw door zelf wat meer je hand naar achteren te brengen op die rechterteugels. Dat bedoel ik. En activeren. Activeren, precies. Precies. En duw die neus maar van je af, want we willen die hals zo lang mogelijk hebben. Ik vind het heel lastig om dan het contact niet kwijt te raken. Is het ook? Dat is ook het moeilijke van paardrijden. Precies dat. He, dus wat doen veel mensen? Die houden hun paard lekker vast. Want vasthouden is niet moeilijk, maar met gevoel de lengte bepalen van de hals, ja, dat is kunst. Maar dat is wel hoe je de bewegingskwaliteit van je paard optimaliseert. Super. Kijk, en nou zijn we op een puntje aangekomen waarbij je al meer contact hebt op je rechterteugel. De balans al verbeterd is ten opzichte van het begin, maar nog net niet optimaal. Dat betekent dat je nu, om die balans optimaal te krijgen, de linkerstelling erbij mag gaan pakken in je wendingen. Dus elke wending die je rijdt, vraag je linkerstelling. Door je hand lichtjes op te tillen, een prikkel aan te brengen naar voren. Dat je aankomt tussen de nek en de kaak. En dan wil je eigenlijk ook dat ze daarop nageeft. Dan is het belangrijk dat je je hand naar voren toe brengt. Omhoog, in die positie houdt totdat je paard nageeft. En dan pas sta jij toe. En je rechterhand mag iets naar voren toe. Ik heb net les gehad bij Astrid. Dat ging echt heel erg goed. Het is natuurlijk wel een soort, nou niet soort, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Maar een iets ander gedeelte van het loslaten en paardrijden als bij Daan. Dus dat is altijd weer even een stukje omschakelen. Maar ik vind het wel heel gaaf dat je met twee verschillende manieren uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Dat is wel heel anders, maar het is wel, ja, ik vind het echt gaaf. Ook nog even met Suus gekletst, want die staat hier natuurlijk ook met haar eigen winkeltje. Die komt aankomende vrijdag ook voor de zadels van Blondie. Want die kiepen weer een beetje naar voren. Aan het eind van de les, midden in de les, kreeg ik ineens super veel last op mijn rug. Maar het ging heel lekker en ik wou heel graag door. Dus dat was door. Nou, toen mocht ik stoppen heel eventjes. Het was volgens mij dat ik alleen aan de lange teugel en daarna weer oppakken. Maar toen ben ik ingestort en ben ik gaan stappen. En toen had ik heel veel ouwe. Dus dat was wat minder. Maar we hebben het overleefd. Mijn rug wat minder. Dus ik denk dat ik nog een keer in bad ga en helemaal niks meer ga doen. Wat van de visio moet. Er zijn weer wat verbeterpunten. Aankomende dinsdag ga ik er weer heen. Dan moet ik even mijn planning even omgooien. Maar dat gaat goed komen. Daar heb ik helemaal vertrouwen in. Rick, als je dit ziet. Ik ga Rick zo even bellen. Dat ik die 9 uur slapen niet gaat lukken. Omdat ik pas om 10 uur weer thuis ben. En volgens mij moet ik die dag om 9 uur mijn bed liggen. Dus Rick, het spijt me. Ik ga je nu even bellen met het slechte nieuws. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En ik ben Ivy aan het freestylen. Vandaag stond de bak helemaal vol. Het is nu 9:45 ochtends. En er zijn vandaag FNRS-proefjes. En 's ochtends zat het bord helemaal vol tot 4 uur. Dus heftig. Ik kon gelukkig nog één plekje vinden van een kwartier. Dus dat was wel fijn. Maar niet zo best. Let op, ga op. En zo, eraf. Weer. Blondie is inmiddels opgezadeld met dank aan moeders. Dankjewel moeders. Tess was aan het bellen met haar vriendin. Ja. De vrouwlijn. Die had even goed nieuws te vertellen. Maar ik ga Blondie de hoofdstel in doen. Ik weet niet, ik denk dat het zo gaat regenen. Ik weet niet, we gaan zo wel even binnenkijken of daar wat staat of dat het buiten is. Ik ga Blondie er hoofdstel in doen. En ik geef jullie aan mama. Want mama moet gaan filmen. En ik moet mama aan het werk zetten om te filmen. Anders wordt meneertje Fennoot 3 boos.
ik heb een springles gehad. Het ging goed. Dus we beginnen weer wat meer pit te krijgen en ik zelf ook. En kan weer lekker doorrijden. Oh, ik vond het stuk ook heel fijn dat ik een rechte sprong maakte en dan heel die bak door mocht. En dan weer over de andere sprong heen ging. Die was dan 9 van de 10 keer wel te snel, maar het was wel heel gaaf. Ja, ik ben er trots op het resultaat dat we hebben geboekt. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is avond en ik ben kapot. Ik heb vandaag een half uur geslapen, dus wat top, want ik had Special Forces. Maar we zijn samen met Blondie en mijn springzadel, dressuurzadel. Want vandaag is Suzer. Dus dat is helemaal top, want gaan we even de zadels bijvullen, want dat is weer even nodig. Ik zie er vandaag niet uit, let er niet op. Ik heb vandaag niet geslapen. Hoe is het, Tess? Hoe gaat het? Hoe gaat het met rijden? Het gaat redelijk, nou, best wel goed. Ja? Niet terughoudend zijn, hè? Je mag best opscheppen hoor, als het goed gaat. Ik les nu nog bij Astrid en ja? We proberen te zorgen dat ze echt op haar eigen benen loopt en dat ik minder in de handen heb, maar toch meer controle heb. Ja? Springen zijn we ook weer aan het oppakken, dat gaat ook steeds beter. Ja? Daar beginnen we weer de power terug te krijgen, want we hebben natuurlijk een hele tijd hier springen. En dat pakken we nu natuurlijk weer op en dan gaan we weer steeds beter. Maar wat merk je dan vooral? Dat wat gaat dan vooral beter? Dat ze weer meer ritme nemen en dat ze niet zo goed bedoelt. Ja. Want ze is eigenlijk een soort blessurevondie als ze dat zo begon mag worden. Dus ja. Dan doen jullie overal verzurf en zo. Ja. Dat iedere blessurevondie zo is, maar... Nee. Maar wat voel je dan vooral in het ritme? Krijg ze meer sprong? Krijg ze meer kracht? Ja. En als je dressuurmatig met haar rijdt, waar verbetert ze dan? Ruggebruik. Want ik kan een stuk fijner doorzitten als überhaupt zitten. En als je dan aan het rijden bent, en bijvoorbeeld zadeltechnisch, hier ook waar je het gevoel hebt waar je tegenaan loopt? Of zeg je van nou... Een beetje kiep? Ja. Heel goed hoor. En dat heeft heel erg naar rechter beugelsteun. Ja. Maar dat komt blijkbaar. Ja. Omdat ik ben er nu voor over naar de... Fysio? Fysio. Ja. En ik zeg, ik maak mijn linkerbeen langer dan mijn rechterbeen. Dat is het met ook als ik sta. Want dan lijkt het alsof mijn linkerbeen langer is dan mijn rechterbeen. Ja. En dat probeer ik nu recht te zetten, maar dat is best wel lastig. Moeilijk, ja. Maar zet hij dat recht door middel van je bekken? Ja. Ja. Oké, okay, daarmee. En dan probeer je ook mijn rug recht te zetten, want ik wil voor een bloemje beter. Ja, dat jij in ieder geval rechtboven bent. Ja. Heel goed. Je altijd een ruiter en het paard erin staan. En een vulling is altijd een levend iets. DNA gaat een beetje ver, maar het vormt. Je zorgt ervoor dat deze broer staat. Ja, maar de voorkant juist weer niet. Kijk maar, oh ja. Zie je dat? Was dat hier? Ja. Daar. Ja, en dat is je linkerkant. Ja. En dat is je linker zitje waar je eigenlijk ook een beetje wegzakt. Ja. Dus je ziet eigenlijk jouw beweging, zie je terug in het zadel. Maar daarbij zie je ook de rechter schouder van Blondie hier. Die zie je ook terugkomen. Ja. En dat gebeurt ook. En dat zie je ook op haar rug. En dat is helemaal niet erg, maar het is altijd wel mooi. Je kan het altijd aflezen van de vulling, van wat er gebeurt. Het is altijd zo dat we een vulling weer recht maken als we weer het zadel controleren. Dus ik ben nu weer bij je. Ik ga je weer corrigeren. En daarna gaat het zadel gelijk weer vormen naar jou en naar Blondie. En dat is heel natuurlijk. En daarna, daarom houden we halfjaarlijks controle, zodat we jullie recht houden. Ja. En je bent natuurlijk persoonlijk ook met de therapeut bezig, wat heel goed en heel positief is. Mooi. Ja. Ik ga...